Kijk, dit is de militaire wil worden. Vermoed, beleid en trouw. Van den Hoek bracht onder andere berichten en geneesmiddelen naar het bezette gebied. Ook smokkelde hij mensen via de Biesbos naar het Vrije Zuiden. Liniecrossers werden ze genoemd. En toen hij werd opgepakt, moest hij naar een werkkamp in Amersfoort. Daar kon hij uiteindelijk ontsnappen. Voor zijn heldendaden kreeg Van den Hoek in 1948 de hoogste koninklijke onderscheiding uit handen van koningin Wilhelmina. Moed, beleid en trouw. Ja. Dat zijn toch dingen die belangrijk zijn voor de mens. Pieter van den Hoek is 93 jaar oud geworden.